Goedenavond is het al. Ik begin de video heel laat. Ik denk ook niet dat die lang wordt vandaag. Ik ga zo met Tigo en Kaan even fietsen. Even naar een landje. Ik heb geen idee wat we allemaal gaan doen. We zien het wel. Ik zou eigenlijk een video gaan editen. Maar zoals je ziet, is er niet heel veel vooruitgang in. En ik word door een privé-nummer gebeld. Het is echt fucking irritant, maar ja. Maar ik ga me dus even omkleden en dan ga ik onderweg. Wat ik dus net wil zeggen is dat ik afgelopen tijd eigenlijk alleen maar in de stad ben gaan fietsen. En niet echt meer edits ben gaan filmen met combo's. En op zich, ik heb evenveel lol op mijn fiets in de stad als combo's doen. Dus ik ben van plan dat vandaag weer te gaan filmen. Maar ja, we gaan zien of het lukt. Jongens, er blijven maar auto's komen. Zeg maar niet de hele tijd. Maar elke keer als ik de weg op wil. Oh oh. Er ligt. daar is een avond echt stuk gegaan. Er lagen twee blikjes bier, een fles Bacardi en een Turkse pizza. Daar heeft iemand echt een kutavond gehad. Holy shit. Eerste combo van de dag. Oh fuck. Trouwens ook een tas op mijn rug. Echt, het zit waarschijnlijk echt in mijn hoofd, maar ik weet zeker dat meer mensen dit hebben. Een tas op je rug. Alles, maar dan ook echt alles gaat kutter. Ja, behalve spullen meenemen natuurlijk. Maar zoveel kutter, zwaarder. Het zit gewoon in de weg. Maar ja, ik moet toch een slot meenemen en wat andere spulletjes. Hier dus bijna mijn rem niet bij. Ah, kut. Precies dan wel. Oké, tot aan de drempel moet ik hem redden. Oeh, ik glijf van mijn zadel. Oeh, oeh. Ja. Dit is altijd mijn afsnijweggetje. Dat stoplicht daar duurt echt 6 jaar. Dus, we pakken gewoon de trap. We kunnen ook de trap weer op trouwens, dat is ook leuk, wel fucking zwaar. Het werd toch net iets te zwaar met een winterjas aan. Kering, hey, wat heb ik het heet. Oké, nou, ik ben op tijd. Ja, ik ben op tijd. We gaan eens even kijken of Tigo en Kaan ook op tijd zijn. Het kan aan mij liggen. Maar er is niemand. Dus jongens, ik kan het wel. Ik kan op tijd komen. Ik ben er alleen niet heel goed in als het gaat om fietsen. Ik weet ook niet waarom, want ik fiets altijd fucking hard. Maar ja, het gaat gewoon nooit goed. Maar ik ga hier even mijn spullen neerleggen. En ja, wachten op Tigo en Kaan. Nou, het duurt me toch echt te lang met die twee, dus we gaan eens eventjes Tigo bellen. Ik wou zeggen, dit kun je niet het nummer erin laten, maar daar heb je ze toevallig al. Zo! Oh god. Oh fuck. Yo jongens, Daan Stunts hier. Holy fuck. Dit is... Dit is levensgevaarlijk. Oh, het is lekker. Het regent weer eens, dus we zijn even lekker aan het schouwen. Maar jij zou even een drift, Tokyo drift laten zien. Ja. We gaan eerst even lunchen. Ja, lunch? Ja, avondeten. Je pakt een keer wat pakken thee. Deze is helemaal lekker. Twee van die. Wacht, ik pak eentje van. Eentje. Eentje? Zijn net een stelletje Mongolen snoep aan het verdelen. Ja, arbeid. Oké, arbeid. Ik wil gewoon
deze helemaal niet. Ja! Ik heb bijna allemaal cola pik. Eerlijk gedoe. Oké, hier even snel een korte uitleg bij. We zaten op het landje, we waren aan het schuilen omdat het regende. We zaten dus in de dugout. En op een gegeven moment kwam André aan. André komt heel vaak op het landje. En ja, André doet gewoon altijd hele grappige dingen. Dus ja, dat gaan jullie nu zien. Sorry, boys. Shut up. Hoe die tank dat voor elkaar tik. Nee, armbandjes, mijn jongen. Kijk, nu lukt het. Niet veel dan. Ja, man. Maar eigenlijk nee. Houd uit. Wat? Ik ga zo omvallen. Ik kan niet meer. Wat? Ik ga zo snel. Water, boy. Water. Wat een gozer. Nou, dat is dus André van het landje. Die komt gewoon opeens in zijn eentje in de stromende regen kijken of er wat te doen is. En hij trapt gewoon zijn fiets om. Hey Tycho, swerve battle. Je zal maar zo lachen. Shit. What the fuck? Daar is hij. Ah, oké, daar gaan we. Alleen hij kan het niet. Woo! Oh. Oh. Ik ga op deze fiets hier zo opspringen. Wanneer die eraf doen. Het lijkt niet heel hoog, maar is wel eng. Welkom bij een video van Nick gaat vallen.
100%. Welkom bij de video van Nick gaat niet vallen. Nou, dames en heren, ik ga jullie verlaten. Houdoe. Ik ga weg. En nog even één keer door het station. Even kijken of hier nog mensen zijn. Oeh, oeh. Bedankt voor het kijken, like, abonneer, reageer, deel hem, doe ermee wat je wil en houdoe.